Een van de ambities van de Zorgboog is dat medewerkers werkgeluk ervaren. Samen met jou en je collega's gaan wij jouw werkgeluk vergroten. Want werkgeluk is iets wat in jouw handen ligt. Bovendien dragen werkgelukkige medewerkers bij aan de tevredenheid van onze cliënten. Eén manier om werkgeluk bespreekbaar te maken en te zorgen voor verbinding, vertrouwen en waardering is door de gesprekstoel werkgelukkig in te zetten. Deze is in te zetten in preventieve gesprekken, pauzegesprekken en in teamgesprekken. Voorafgaand aan het gesprek kiest elke gesprekspartner een smiley op de achterkant van het doosje om daarmee aan te geven hoe zij zich op dat moment voelen. Vervolgens wordt de startkaart voorgelezen. Wat betekent werkgeluk voor jou op dit moment? Als je dit weet van elkaar, begrijp je elkaar beter tijdens het gesprek. Daarna wordt er gebruik gemaakt van de vragenkaarten uit het doosje. Deze bestaan uit verschillende categorieën en moeilijkheidsgraad. Een moeilijkheidsgraad geeft aan hoe diep je in kan gaan op een onderwerp. De eerste gesprekspartner trekt een kaart. Mocht deze beantwoord zijn, trek de volgende een kaart. Na ongeveer 60 minuten beëindig je het gesprek en beantwoord je de slotvraag. Wat heeft dit gesprek jou opgeleverd? Ik heb de tool gebruikt voor het functioneringsgesprek van de medewerkers van het zorgteam. Ik wilde graag een andere invulling van dit gesprek en heb in combinatie met het spinnenweb Positieve Gezondheid, wat ze zelf hebben ingevuld, ben ik samen met hun in gesprek gegaan aan de hand van de kaarten. Bij het verdiepen in de tool werd ik eigenlijk meteen enthousiast. Wie wil nou niet werkgelukkig werken? Plezier in je werk en waardering zorgen daarvoor. Wij hebben het ingezet in de teamsoverleggen. Dat zijn 6 teams met in totaal rond de 100 kraamverzorgenden. In het begin vonden mensen het wel spannend. Maar eigenlijk al heel snel kwam er een soort ontspanning en waren mensen ontzettend enthousiast. In het gesprek werd al heel snel duidelijk dat je op een hele makkelijke en leuke manier met elkaar in gesprek komt. En alle aandachtspunten voor een functioneringsgesprek ook echt goed met elkaar kunt bespreken. Ja, de laatste kaart van het spel is natuurlijk ook, hè, wat heeft dit gesprek jou opgeleverd? En iedereen zei volmondig, het was een heel leuk gesprek. Fijn om zo met elkaar een keer tijd te maken om in gesprek te gaan over wat werkgeluk voor elkaar betekent. Medewerkers hebben meer inzicht gekregen in hun werkgeluk en hebben ook aangegeven dat ze op deze manier hun collega's beter hebben leren kennen. En dat is natuurlijk ontzettend veel waard.